deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Meijers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, ik ben thuis van het werk. Ik heb me heerlijk gedoucht en omgekleed. En ja goed, ik heb het er weer op zitten voor vandaag. Daar is Linda. Hallo. Wij zijn van plan om naar de auto te gaan, sowieso. En dan richting Duitsland. Wat gaan we daar doen? Shoppen misschien. Ja, boodschappen. Ja. We gaan even naar Duitsland even wat boodschappen halen. En dan, ja, geniet in ieder geval van de beelden wat ik ga maken. Ik ga mijn jas aan doen. We hebben de jassen aan, dus nu gaan we op naar de... winkel. Auto. Wij zitten in de auto en we gaan op naar Duitsland. Ik denk dat wij hier richting Sittard gaan, hè Linda? Ja. En dan kijken we misschien op daar even gelijk te tanken. Hè? Ja. En dan, ja. Dus let's go. Dan gaan we daarheen. Dus, toedeloe en tot zo bidden. Tankstation en supermarkt. Doei. In Duitsland zijn we aangekomen. En we staan hier bij het tankstation. Ja, bij het tudderen. Even tanken. Dus in ieder geval, ik ga tanken. En dan spreek ik jullie dadelijk. Zo, ik heb de tank weer helemaal vol gegooid. En ik merk toch echt wel, het scheelt een kleine 15 euro met Nederland. Dus ja, dus in ieder geval, wij gaan hier naar de supermarkt. En dan gaan wij die kant op. Wij zijn bij de Lidl aangekomen. We hebben sowieso even waspoeier nodig. En sowieso ook kleine dingetjes hier. Oké, okay. Let's go. We gaan naar binnen. Let's go. We hebben een kaartje. Let's go. We gaan naar binnen. Yeah. We hebben een klein beetje. Tadaa. We staan in de rij. We zijn de rij te wachten voor de kassa. Ja. En hoe gaat het met jou? Het gaat goed. Het gaat goed. Ah, dus. Blijf kwakken, maar ja. Het is het weer. Net zoals het weer. Ah? Blijf positief. Ja, altijd. Wacht af. We hebben de boel hebben we ingepakt. En dan gaan we op de kar wegbrengen. We zijn buiten, yay! Linda zet even de kar terug. Tadaa! En ik zeg Lidl, dankjewel voor de boodschappen. Wij zitten met een auto en we gaan op naar de overkant. Yay! We zijn zo blij dat het weekend is. Ja. En we zijn bij de volgende supermarkt aan de overkant. Heerlijke stad, hè? Dat je van de ene supermarkt naar de andere supermarkt kan gaan. En dat is gewoon fantastisch. Ja. Dus in ieder geval. En dat is bij in Sittard. Over de grens. Nou, een karretje pakken en dan gaan we. Linda heeft een karretje. We gaan op naar binnen. We zijn bijna binnen. Ja, lekker binnen. Ja, nou, Linda gaat voor. We gaan hierheen. Boodschappen halen. Yes. Het is ontzettend druk hier. Echt. Maar ja, goed. Mensen moeten toch boodschappen doen, hè? We zijn nog even ver. Even aan het shoppen. Nou, deze gang is wel wat rustiger. Dus het was net even druk ook bij de bakker. We hebben de boodschappen op naar de kassa. Hier is wat minder druk bij de kassa. We hebben de boodschappen weer ingeladen. De kar is behoorlijk lekker vol. Kijk eens, heerlijk. Oh, ik hou er, ik hou er wel van. Hè? Nou, op naar de auto en inladen. Wat zeg jij, Linda? Ja. Kijk, een lekkere broodjes hebben we. Dadelijk in de auto. Inlaaien. We hebben ingelaaien. Dus ik ga even de kar terugbrengen. Het is ontzettend druk hier. Echt. Maar goed. Ik heb de kar teruggezet. Dus nou op naar de auto. Yay. Wij zitten in de auto en we gaan op naar de volgende supermarkt. We hebben vandaag een rondje supermarkt. Hè? Ja, echt wel. Ja. Ik blijf voor God. Ja, daarom. Dus in ieder geval. En we hebben hier wat lekkers te eten voor onderweg. Ja. Hebben we gelijk de lunch te pakken. Hè? Twee vliegen in één klap. Ja, zo mag je het ook zien. Dus we gaan nu op richting huis. Ja.
En dan komen we nog de Aldi tegen en Linders. Ja, als we vanmiddag nog voordat aan de school uit, dat heel even nog gaan naar Heerlen. Moeten we even kijken met de tijd. Ja. Want boodschappen doen neemt heel veel tijd in beslag. Maar ja, goed, we hebben het ook nodig. Daar niet van, dus in ieder geval, we gaan verder. Kijk, heerlijk kaasbroodje. Wat heb jij, Linda? Berlinerbo. Ja, dus in ieder geval, we gaan veilig richting huis toe. Ja. Oh nee, kijk, we gaan naar de supermarkt. Ik sta even gauw voor het stoplicht, kijk. Beroemde scène van Flodder is hier. Dus dat is hier opgenomen. Hier hebben ze de waar ze hard gingen rijden. Dus, maar het is weer groen, hier gaan we verder. En dan zijn we op de volgende locatie aangekomen. Bij de Aldi. En dat is op één weg. Dat is vanuit de N-weg ga je eraf. Binnendoor. En dan kom je hier. Super. En we zijn binnen. We zijn bijna klaar hier in de supermarkt. Kijk. Iets wat rustiger. Frikandellen? Ja, ik heb frikandellen gepakt. Nou, we gaan op naar de kassa. Die hadden we ook nodig. Ja, zeker dus. Hebben we de boodschappen? Ja, Linda. We gaan richting auto's. Ik heb de boodschappen, maar we kregen niet alles mee in de tas. Dus we gaan het even los. De kar is leeg. We gaan die hierbij zetten. Tadaa. Tadaa. Hopla. Gedaan. Gedacht, gedaan. En dat is fijn. Nou, op naar de auto. Wij zitten in de auto. Ja. En we gaan op naar de laatste supermarkt. Yes. Team bij één. Ja. Oké. Okay. En we zijn bij de volgende supermarkt. Hier is Jan Linders nog. Voor hoe lang, hè? Kijk. Tadaa. Ja, dus op naar binnen. We hebben nog een paar dingetjes nodig. En dan zijn we klaar. Op naar de kassa. We hebben de boodschappen hebben we ingepakt. En dan gaan we op naar de auto. En dan is het echt klaar met boodschappen. Ik heb het nog helemaal gehad. Ja, helemaal klaar. Ik ben er helemaal klaar mee. Het is klaar. Wij zitten in de auto en dan gaan we echt op naar... huis. Ja, dus in ieder geval, we gaan die kant op. Het heeft net heeft het nog geregend hier. Kijk, dat is Amstelraden. En daar ligt nog Jan Linders. En die wordt hier ook Albert Heijn. Stond op het... stond er voren erop. Dus in ieder geval, wij gaan op naar... huis. Wij zijn thuis aangekomen en Linda is bezig met de boodschappen uit te pakken. En dat gaan we eerst even doen. En dan laat ik het zo even zien. En kijk eens, dames en heren. Tadaa! De hele tafel staat vol. Hier hebben we sowieso alvast waspoeier. Een klein pakje. Dan hebben we curry. Frietensaus. Ja, maar met de diepvriespullen. Jus. Ja. Wacht. Vanille vla. Dan hebben we hier twee keer crystal clear, twee keer ijsthee. Koekjes. Nog een keer koekjes. Aardappelen, balletjes of wat. Weet ik het. Lekkere snoepjes. Chocola. Nog meer snoepjes. Snoeptomaatjes. Ja, verjaardagskaart. Liever kipsleverworst dan gewone leverworst. Zaanse mayonaise. Saus. Hier zijn broodjes. Dan hebben we hier pindakaas. Sultana. Haarshampoo. Alles reinigen van de Lidl. WC reinigen van de Lidl. Dan hebben we hier twee keer badschuim. Dan hebben we hier ijsthee. Twee keer brood. Dan hebben we sperziebonen. Nog meer koekjes. Twee keer afvalsaf. Snoepkomkommertjes. Wasverzachter. Rode kool. Vaatzout. Aftershave. Vlees. Wou Linda eens een keer uitproberen. Dit is zo lekker, hè. Dan hebben we Milka. Snickers. En Twix, want de laatste keer vond Daan de Twix lekker. Maaltijd. Duitse frikandellen.
Dan hebben we hier roggebrood. Frieten, die vindt Daan zo lekker, Franse frietjes. Dan hebben we hier 1, 2 keer aardappelen, geraspte kaas, 1 keer kaas, echte wortel, niet 1, maar 2, potje champignons, lekkere popcorn. En kijk eens, heerlijke kerstsnoep. Dat is voor de jongens. Ja, dan hebben we hier nog kerstsnoep. Ja, dat gaat altijd op, hè, chocola. Nog een keer kerstsnoep. Nog een keer kerstsnoep. Kerstsnoep. En nog een keer kerstsnoep. Dan hebben we lekkere chocola. Mmm, zalig. En kijk, van McDonald's, hè. Maar dan de Duitse variant. Dan hebben we hier poetsdoekjes. Ook poetsdoekjes. Tandpasta. Lekkere salade. Nog meer chocola. Dan hebben we Smarties. Oh, en die vind ik zo heerlijk. Dan hebben we daar 2 van meegenomen. Zalig. Die vindt Linda lekker. Chocoladebolletjes of wat is dat. Kijk, dubbele komkommer. Komkommer, lekker. Zalig. Broccoli. Hebben we ham. Hebben we boter. We zijn bijna klaar. Melk. 2, 4, 5 pakken melk. Lekkere kerstsnoepjes. Kipsnitzel. Ook heerlijk. Chocola. Chocola. Linda is intussen tijd de koelkast in het ruimen. Hopelijk past het allemaal. Eieren. Dan hebben we hier 2 keer brood. Dan hebben we nog eens een keer dit vlees. Een heerlijke hamburger. En wat is dat? De kerstman. Lekker chocola. Kijk daarbij dan bij tegen die tijd. Ja. Dan hebben we een lekker biertje. Dan hebben we cola. Dan hebben we hier witbrood. In de tussentijd heb ik hier een vlog op staan. Keukenrol. Worstenbroodjes. Snoepies. Voor de film van vanavond. Komkommer. En kijk. Die is gedaan. Die mag je in december iedere dag openmaken. Chips. Lekkere chips. Doekjes. Nog meer doekjes met de beer erop. Voorraad. 2 keer sponsjes. Dan hebben we crème smeerkaas. Dan hebben we bloem. Koffie. Oh, laat maar daar liggen. Dan hebben we kip. Liever kip sleven. Oh nee, dat kan niet. Ovenfrikandellen. Linda gaat bijvullen dadelijk. We zijn bijna klaar, bijna klaar, bijna klaar. Lekkere snoepjes. Zal de tandas blij mee zijn. En 1 keer zakchips. 2 keer. Oh, niet 3 keer. Maar 4 keer zakchips. Ja, dus in ieder geval, dat zijn de boodschappen wat hier op tafel stonden. En dan hebben we hier. Dat is ijsthee met citroensmaak. Is ook wel lekker. En de wc-papier. Nou, wij gaan de boel even opruimen. Het is al gedeeltelijk al weg. Dus in ieder geval, daar gaan we even mee aan de slag. En dan hebben we dat in ieder geval ook weer klaar. Dus in ieder geval, toedeloe. Wij zitten in de auto en we hebben de spullen helemaal mooi netjes opgeruimd. Dus de ijskast is weer heerlijk gevuld. Rijkelijk gevuld. Rijkelijk en... Ja, dus in ieder geval. Kasten. Maar wij gaan om naar Heerlen. We hebben nog een uur de tijd voor de aanterschool. We willen heel even naar de EMA. Ja, daar gaan we even naartoe in de stad. Ja, ondanks het slechte weer. Ja. Alright. We zijn in het Corio-centrum. We gaan die kant op. We hebben de auto daar geparkeerd. Dus op naar de EMA. Nou, moeten we even wachten op de lift. Kijk, we staan op de 4e etage. Dan gaan we naar binnen. Chique, hè?
En ze hebben hier al alles met kerstverlichting. Kijk, of kerstversiering. Ja, ook lampjes. Mooi, hè? Ja, en dit Corriecentrum zou waarschijnlijk de komende tijd verbouwd worden. We gaan het zien, hè? Yes. We gaan op naar de HEMA. Ik heb een mandje. We gaan op naar boven. We hebben wat we hebben moeten. Tadaa. En dan gaan we naar de kassa. We hebben de spullen en we zijn de HEMA uit. En dan gaan we weer het Corriecentrum in. Tadaa. Kijk, lekker reclame maken. En plotseling staan we in de lift. Er staat nog niemand in de lift. In ieder geval, we gaan het betalen en dan gaan we richting huis. Wij zitten weer in de auto en we gaan op naar huis. Even thuis aangekomen. En we staan er bij de school vandaan. Dus die gaan we even oppikken. En daarna rijden we even door. Waar naartoe? Dat zien jullie zo meteen. Het is bar en boos met het weer. Echt. Het is echt slecht weer. Het is net een, hoe het uitkomt, hè? Ja. Dus in ieder geval, ik ga naar schoolplein en dan zien jullie dan dadelijk. Jippie. Oh, niet te vaak, hè? De auto en daar is Daan. Dus in ieder geval, ik stond net op het schoolplein en er was toch een hoosbui net, hè? Lilo zat heerlijk in de auto, dus in ieder geval, wij gaan er weer vandoor en dan zien jullie vanzelf van we even afgezet bij een vriendje, dus dan kan die daar even spelen en dan ga ik met Linda wel even verder weg, dus Linda zie ook even mee, dus die komt, oh daar komt ze al, dus ja, dus hij mocht daar spelen, dus dan is het allemaal geen probleem. Dat is Linda. Nou, in ieder geval, we gaan weer verder. En we zijn hier ergens terechtgekomen. Tadaa! Bij Theater in Heerlen. Linda had laatst kaarten weggelegd voor een theatershow. En is gewoon fantastisch. Dus we gaan de kaart even halen. Is chic om weer hier in de Schouwburg van Heerlen te zijn op het Van Grunsenplein. Dus we gaan even naar binnen. Wij zijn weer buiten het theater. We hebben de kaarten in ons bezit. Huh? Ja. En wat voor een theatershow dat is, dat horen jullie tegen die tijd wel. Dat is in ieder geval. Dat is pas volgend jaar maart. En dan is wel hartstikke leuk. Dus in ieder geval, wij gaan richting auto. Wij zitten in de auto met een regenachtige uitzicht. En op de bevolkingsonderzoek staat hier. Naast de schouwburg. Dus in ieder geval, de kaart hebben we binnen. En nu gaan we richting huis. En dan zien jullie ons dadelijk thuis. Of dan moet wat gaan veranderen, dat weet ik dus niet. Dan gaan we veranderen. Oké, Linda beslist. Oké, prima. De baas, hè? Ja. En we zijn op de plaats van bestemming zijn we aangekomen. En waar zijn we aangekomen? Tadaa, we moeten even naar Choicham. Leuk, hè? Geweldig. En dat is Horenbach, ben ik laatst geweest. Dus, kunnen we misschien dadelijk nog even... Ah, en anders komt dat wel. Dus, ja, gaan we even naar binnen. Gezellig. En vanavond is hier een wedstrijd van Rode JC, want er stonden net al van die beveiligers al klaar om die spelers te ontvangen. Nou, we gaan op naar binnen. We zijn binnen. We gaan even zoeken. We zijn nog even hier bij de spelletjes. We zijn nog even aan het zoeken. Linda heeft al wat. Dus. Yay. Nou, we zijn klaar. We gaan op naar de kassa. Wij gaan de winkel gaan we even laten. Linda heeft de spullen. En kijk eens wat een prachtig weer. Ondanks dat was het net toch even slecht weer. Want kijk eens wat een bewolking dat is. Ja. En vanavond, wat ik al zei, moet hier een wedstrijd. En mocht je dan hier overnachten, dan kan je de wedstrijd live volgen. En dat is dan wel weer mooi. Dus Linda heeft de spullen. We gaan op naar de auto. Wij zitten in de auto. Ja. En we gaan nu, denk ik, richting Daan. Nou gaan we naar huis. Dus die gaan we halen. En dan denk ik, hè. Ik weet niet wat de plannen nog zijn. Och, het is heerlijk. 4:15 halen. Oh, maar ik had nog een roodje gekoffer aan, dus dat moet daar eerst weggelegd worden natuurlijk. Ja goed, het ligt toch achter in de kofferbak, dus ja, dat ziet hij niet.
Maar in ieder geval, wij gaan er weer van. Door. Heerlijk het zonnetje. Ik ben blij dat de zon schijnt. Heerlijk, zalig. Klopt. En ik ga even voor Linda even batterijen voor haar gehoorapparaat even halen. Dus dat ga ik dan even doen. Toedeloe. En daar ben ik weer. Linda ruimt ze net op. Dus in ieder geval, de batterijtjes heb ik gehaald. En dan gaan we echt op naar... huis. Of gaan we ergens anders heen? Nee, naar huis. Dat gaan we dan doen. Toedeloe. We zijn net even thuis aangekomen. En wij gaan nou even Daan halen. Dus in ieder geval, dat is dat. En dan zien jullie dan zo meteen. Yes! We staan nu even voor de deur van dat vriendje. Dus we gaan Daan ophalen en dan zien jullie hem zo meteen wel weer. Yes, alright. Linda is even daar naartoe. Dus hij komt eraan. En wie is er in de auto? Dat is Daan. Dus in ieder geval, we zijn weer compleet. We gaan nu echt richting huis. Toedeloe. Wij zijn thuis aangekomen. Ik wou eten gaan maken. Dit laten we heel even hier staan. Even hier staan. Dan heb ik tenminste plaats. Want wat gaan wij eten? Heerlijk eten. Cupcakejes. Ja, dat kan. Wij gaan dat niet eten. Ik moet het even pakken. Sowieso. Deze. Deze. Pittige frietjes. En patatekes. Ja, dus ik ga even dat erin doen. Dan beginnen we eerst met deze zak. Dan gaan we heerlijk lekker frietjes maken. Zalig. En heerlijke frietjes. Even de tijd instellen. Zo. En dan kan het weer terug. Ja. Zo. Die zijn voor mij en Linda. En dit ga ik er ook bij maken. Dus in ieder geval, we gaan heel even ook tafeldekken en dat soort dingen allemaal doen. In ieder geval, ik heb hem aan. Dat gaan we heerlijk lekker eten. En dit is net alsof we bij McDonald's zijn geweest. Maar dit zijn 12. En ja, dat is wel lekker. En er zitten ook twee sausjes erbij. Lekker. Yeah. Dus in ieder geval, we zijn weer thuis. Ik ga even tafel dekken. Daar zien we dat. Dus daar zijn spullen op aan het ruimen. Want die heb ik even, toen we er straks weggingen, heb ik die even in de... hoe heet het gelegd? In de gang neergezet bedoel ik. En dan is ze ook weer thuis. Hoe was het bij het vriendje? Hoe was het bij je vriendje? Goed zo. Nou, is gelijk aan het snoepen. Ondanks dat ik daar frietjes krijg. Maar goed, dus in ieder geval, we gaan even... alles klaarmaken. Ja? Ja? Help je even mee? Ja, is een opdracht voor jou. Nou, in ieder geval, we gaan even verder. Toedeloe, en we spreken ons later. En dan was ik even vergeten te zeggen, en die doen we er ook bij maken. Maar die doe ik, denk in een pannetje. En anders doen we die gewoon erbij. Dan is dat ook wel warm. Het hoeft alleen maar warm te maken, gemaakt te worden. Dus dus in ieder geval, ik ga nou echt even wat doen. Anders kunnen we niet eten. Nee. De frietjes zijn nog niet klaar, dus die moeten nog een paar minuten. En kijk eens, de kat is ook weer helemaal verzorgd. En wat hebben we nog gedaan? Tadaa! De tafel is gedekt. En de hun zitten nog even lekker op de bank. En ik moet nog even wachten. Dus
frietjes zijn zo klaar. En de frietjes zijn klaar. Dan doen we deze pittige friet erin. Oeh, hahaha, lekker. Nou, kan Daan alvast beginnen met eten. Daan, kom je eten? En dan gaan we heerlijk lekker smikkelen en smullen. Even kijken of de frietjes klaar zijn. Ja, zeker. Tadaa! Dan blijven we altijd een paar erachter. Nou, de frikandellen erin doen. Hopla! Frikandellen! Zo. En dan kunnen wij ook gaan eten. Linda, kom je? Ja. Heel lekker smikkelen en smullen. Ja, Daan heeft al wat van gegeten, dus hij zat vol. Maar, ik krijg nog heerlijk frikandellen erbij. Ja. Dan ga ik eens even kijken of de frikandellen klaar zijn. Er zijn nog een paar frietjes over. Ja, goed. Oh, ja. Zeker zijn die klaar. Oh. Zo, even wat kipnuggets. Drin. Oh. Wat is ja. Nou, in ieder geval, de frikandellen zijn klaar. Kunnen we heerlijk frikandel speciaal maken. Daan is even een beetje huiswerk aan maken, maar dat komt wel. Dus, we gaan verder eten. Ik ga eens even kijken of de kipnuggets al klaar zijn. Dat is Daan. Oh, mag je niet zeggen. Nou, ik wil afstand met die ding. Rustig. Ik ben met de kipnuggets ben ik weer. Kijk, de Duitse frikandellen. Duitse. Ja. Dat zijn gehaktballen. Nee, in Duitsland is dat frikandellen. Ja. Nou, weer aan. En dan zijn frikken. Jongen. Nou, gaan we heerlijk kipnuggets eten? Kom je eten? Nee. Nee. Hij is pas dadig. Maar goed. Nee, we gaan verder. Hey, dan ga ik eens even kijken of de Duitse frikandellen klaar zijn. Oh ja, zeker. Kijk eens, tadaa! Nou, in ieder geval, dat gaat uit. En dat is het laatste wat we eten. Dan zitten we lekker vol. Nou, smikkelen smullen nog. We zijn weer even een tijdje verder. We hebben heerlijk gegeten. Lekker gesmikkeld en gesmuld. Hun zitten nog even lekker daar. En ik ga even de boel hier opruimen. En in de keuken ook even. Ja, gisteren had Daan nog die pennen nog gegeten, maar dat had hij niet opgeruimd. Zij maakt de magnetron op. Ze hadden het erin. Ach ja, dan gaat het vandaag uit. Dus in ieder geval, ik ga even de zooi even opruimen en dat is allemaal. Dus, dan kunnen we even aan de slag gaan. Yes! Zijn we even een tijdje verder en kijk, ik heb hier alles heb ik opgeruimd. En hier de hele keuken heb ik weer schoongemaakt. Ik heb even het lampje daar aan gezet. En dan zijn we een kwartetspelletje aan het doen. Heb je van de dierenverzorging de hond uitlaten? Hond uitlaten, ja. Oh, de kat komt erbij kijken. Heb jij van de konijnen? Groepsdieren. Nou, dus in ieder geval, hun gaan nog even verder spelen, want het is stellig afgelopen. Ik ga de vlog bij deze ga ik afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden, terwijl hun nog dat spelletje afmaken. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En vergeet niet te abonneren, blauwe duimpjes. Vermis je nooit een video van ons. En tot morgen in een gloednieuwe vlog. Dan leek dan weer wedstrijd voetballen. Oh, het zit weer verklapt. Nee, het gaat niet door. Dus in ieder geval, tot morgen.